staat vandaag voor Kafka. Hier zijn vandaag twee dingen aan de gang. Zowel binden van de Kammenstraat als kunstbinden. We gaan eens een kijkje nemen. Ja, dus het fotoatelier, waarom doe je hier mee? Omdat wij finalisten van kunstbinden zijn, omdat dat een hobby is. En wil je in de toekomst nog verder doen met fotografie? Ik wil eerst een ander diploma halen en dan ga ik dan verder studeren. Vandaag doen wij studiofotografie. En eigenlijk het thema is afzetten tegen consumptie. En daarom gaan wij alleen gehuld in die zakken, in die plastic zakken van de winkels, gaan wij daar tegen de witte muur gaan staan om zo gefotografeerd te worden. We staan hier nu bij dans. We gaan eens eventjes een kijkje nemen. Afrikaanse dans, hip-hop, R&B en raga. Ja, hoe lang doet je al dans? Ik ben begonnen zo'n 7 jaar pakt geleden, zo'n 7 jaar. Nu doe ik hedendaags een dans en ik moet zeggen, dat doe ik best wel graag. Maar daarvoor deed ik street dance, maar daar was ik toch wel op uitgekeken, dus ja. En er is hier niemand, we gaan even kijken. Er zijn blijkbaar allemaal dierenpakken, we gaan eens zien. Is dat een hond of een kat? Ik denk dat ik die toch ga proberen. Dat lijkt me toch wel een leuk pak. Het gaat al niet heel makkelijk aan. Wacht, hè. Het zal het eerste beginnen. Wat is eigenlijk de bedoeling van dit? Wij zijn het atelier Performance. En wij zijn allemaal verkleed in beesten, omdat wij gaan optreden voor de bende van de Kammenstraat vrijdag en zaterdag. Ik heb ook gezien dat er veel muziek van David Lynch wordt gebruikt. Is er echt een link tussen? We hebben eerst naar een fragment gekeken van Inland Empire. Waar onder andere, dus lijkt een doodnormale film, waar ineens beesten in komen, mensen verkleed in een beestenpak. En dat gaf een zekere suspense, een zekere akeligheid. Waardoor dat we dachten, waarom proberen wij dat ook niet? We zijn met een grote groep en allemaal verkleed in een vrij belachelijk pak op zich. Maar met 20 man samen heeft dat een zeker effect. En dat is de bedoeling dat we willen bereiken na deze week eigenlijk. Dit was Kunstbinden 2008. Tot volgend jaar. En ik ga er nu wel uitkomen. Oké, komt eruit. Oké. God, dat was het, ja.